Ja, iemand die dit allemaal van dichtbij meemaakte is Jos Bouten. Hij groeide als klein jongetje op in de Ooypolder en is nu bij ons te gast om zijn verhaal te vertellen. Hoe was dat om op te groeien in de Ooypolder? In de Ooypolder was heel mooi, want mijn vader die was bij de ondergrondse en mijn broers ook. En die werden dus al heel vroeg in het concentratiekamp gezet. En die oorlog, toen het hier losbrak, hebben zij dus niet meegemaakt. En we hebben die gemist. Zij waren opgepakt om naar Vught te gaan, dacht ik, hè? Die zijn opgepakt omdat ze dus onderduikers hielpen enzovoorts, hè. Maar om het verhaal waar het om gaat, dat was van de Tweede Wereldoorlog. Op een bepaald ogenblik werd er zo hard gevochten in de Ooypolder dat wij naar Nijmegen vluchtten. Want daar hadden wij familie wonen en daar dachten wij dat we veiliger zouden zijn. Dus ze komen hier met een paard en wagen vlak bij Nijmegen. En daar stonden een stuk of 15 Engelse tanks opgesteld, vlak bij de brug eigenlijk, de dijk bij de brug. En toen kregen we een aanval van Duitse vliegtuigen op de Waalbrug. De paard en wagen werden door die Engelsen aan de tanks vastgebonden. En wij gingen langs de dijk liggen. En toen zagen we langs de heuvelrug die Duitse vliegtuigen aankomen. En toen kregen die een spervuur van Engels geschut, van afweergeschut, aan met lichtkoers. En het gekke was, die hele brug stond in het licht. Dus het doel was heel makkelijk te vinden. Maar wat deden die Duitse vliegtuigen? Die waren heel laag, kwamen die aanscheren. Die gingen niet door de spervuur heen, maar lieten die bommen vallen en maakten dat ze wegkwamen. Later zijn we weer een keer naar Nijmegen moeten vluchten, maar toen was het verplicht. Ja, want de Ooypolder is eigenlijk ontruimd, hè? Het was al bevrijdingstijd, maar iedereen moest weg, hè? Ja, dat was later. We hebben eerst de vluchtelingen gekregen van de Barbarossenstraat. Want de tweede dag, dinsdag, toen kwamen de Hitlerjugend onder leiding van de SS, die kwamen de Nijmegen in brand schieten, die heel dat gebied vlak voor de brug, de Batavierenweg. Nijmegen Oost op de Stuwwal, dat schoten ze in brand. Dat gedeelte werd toen in brand geschoten. Later zijn we dus weer naar Nijmegen terechtgekomen en toen werden wij familie ondergebracht. Maar mijn moeder, die wilde graag ze allemaal weer bij elkaar hebben, het gezin. En toen kregen we een huis vlak bij de molen, de Sint-Anna, op de Sint-Annas, vlak bij de Sint-Annasstraat, op de Hazekampseweg. Dat huis was helemaal kapot, maar met behulp van kennissen, vrienden en familie werd dat huis weer opgeknapt. En we zaten vlak bij een detachement Engelse militairen bij de molen. En daar hadden we hele fijne connecties mee. Die militairen kwamen ook bij ons 's avonds. En ik had toen nog zussen tussen de 16 en 19 jaar. En daar kwamen ze natuurlijk heel graag bij ons. En wij hadden er eerlijk gezegd als jongens wel een beetje een hekel aan. En ik weet nog wel, dus dat even tussendoor, dat zo'n militair eens een keer vroeg, hoe moet je nou in het Nederlands zeggen, sweetheart, darling, I love you. En toen zeiden wij, mijn broer zei, dan moet je zeggen, wat is eit? Eit is wat de geit scheidt. En dan lieten wij dus een paar keer hem zeggen. En of hij dat ook tegen mijn zus gezegd. Dat je eigenlijk in een hele pijnlijke tijd toch je ook lol kan beleven. Ja, dus dat was ook. En mijn zussen mochten af en toe mee naar de vereniging om te gaan dansen van mijn moeder. En er moest wel een van de jongens mee. Dus, en we hadden dus met die mensen, die soldaten, een heel fijne betrekking. Die zaten allemaal tegen de muur aan, want we hadden niet zoveel aan meubels. Want alles wat we hadden was toen gekregen. Maar we waren zo blij dat we weer samen waren. Maar op de 3 februari, we hadden net gegeten, toen gebeurde er iets vreselijks in ons. We kregen een granaat in huis. Ik zag een lichtflits en
Ja, de muur viel op, achter het huis viel op ons. Die soldaten kwamen meteen ons helpen. En we woonden vlak bij het ziekenhuis. En we werden daar naartoe gebracht, naar het ziekenhuis. En ik lag daar met z'n allen in één ruimte. En mijn moeder, die riep, Jos, Mieke is dood. Mijn zus, 9 jaar oud, was gestorven. En ik zie mijn moeder nog wezenloos kijken. En waarom dit nog erbij? Waarom dit? Had ik er al niet genoeg meegemaakt? Die verschrikkelijke pijn. En ze zat helemaal onder het bloed. En toen kwam er een non. Want het ziekenhuis werd toen nog grotendeels door nonnen gerund. Toen kwam er een non en die wou haar weghalen bij mijn zus. Maar ze hield haar vast. Nee, ze wilde nog verbonden zijn met haar. Ze wilde niet loslaten. En ze dacht natuurlijk, waarom dit nog bij alles wat ik heb mee moeten maken? Dus waarom moet dit er nog bij? Was het niet genoeg? Ja. We werden weggebracht. Mijn zus is zwaar gewond en mijn broer. En ik werd ook geholpen. En de scherven werden uit mijn lichaam gehaald. Gelukkig geen erge scherven. En omdat het ziekenhuis stampvol lag en de bovenverdieping van het klinische ziekenhuis niet werd gebruikt, werd ik naar Nijmegen gebracht, naar de Molenstraat. Want daar had je vroeger in de oorlog het oude burgeren gasthuis. En daarachter lagen wat bunkers, wat schuilkelders. Klopt, in die bunkers was ook een ziekenhuis ingericht. En dat daar onder de grond, rond 7 meter onder de grond, in die SS-bunkers, werd ik neergelegd. En toen kwam mijn broer op bezoek. En die zei, onze Mieke wordt op 8 februari begraven. En toen hadden ze mij gezegd, je mag nog niet uit het ziekenhuis. Toen ben ik toch 's morgens op 8 februari gevlucht. En ik kwam boven in de Molenstraat, ging naar het Keizer Karaplein. En het was ongelooflijk, een herrie en een lawaai, geschut wat volop aan het schieten was op het Rijkswald. En alle straten rondom stonden vol met geschut, met tanks, met soldaten in gevechtsuniformen die klaar stonden voor de aanval op Duitsland. Op Duitsland, de veritable was begonnen. Ja. Ja, ik ging naar het ziekenhuis langs al die tanks op. En dat gebulder ging maar door. Dat kwam van op het Galgenveld, dat was de professorenbuurt tegenwoordig. Daar stond overal geschut opgesteld. En dat braakte hun munitie uit op het Rijkswald. Ik moest om 9 uur bij het ziekenhuis zijn, want dan zou de begrafenis van mijn zus plaatsvinden. Maar dat kon niet, want de wegen waren bezet, de straten. En daar stond een lijkkoets met het paard. En dat kon niet, want dat paard wilde natuurlijk niet verder door al die herrie. Maar heel raar, om 10 uur plotseling werd het stil. Het geschut hield op en de kolonnes kwamen in beweging. En na een half uur waren de straten vrij en konden wij naar de kerk gaan in de Groene Straat. Daar was een heilige mis voor mijn zus en daar werd ze begraven. En ja, gelukkig werden wij weer opgevangen door mensen. We konden daarbij een familie, wat er nog over was, konden we dus onderdak vinden. Ja, en dan vraag je je af, de onzin van zoiets, van een oorlog. Ik heb er zo'n verschrikkelijke hekel toen gehad aan Duitsers. En ik weet nog wel later, toen ze de Duitse gevangenen over de Hazekampse weg kwamen en opgeborgen werden op de voetbalvelden van NEC en Kwik aan de Hazekampse weg. Toen hebben we ze bespuwd en toen hebben ze uitgescholden.
En dat had ook niet gemogen natuurlijk. En we hebben ze ook, want die jongens, dat hebben we ook in de oorlog meegemaakt. In het begin waren ze zeer enthousiast, hè? Want Duitsland zou een wereldmacht worden. Maar toen was het al een beetje over. Maar hoe geloofden ze nog in die oorlog? Hè? Want zich ook, toen ze, want hebben ze meegemaakt. Want het eerst, in de week voordat we bevrijd waren, kwamen die Duitsers nog bij ons binnen. En dan lieten ze ook de foto's zien van hun kinderen en van hun familieleden. En toen de oorlog uitbrak, moesten we ze gaan begraven. Diezelfde die doodgeschoten waren in de polder. En dan, maar ze waren toch nog, geloofden ze in die macht van die Duitsers, die geheime wapens. En we hebben ze gezien, die V1's die overkwamen. Soms stopte de motor en dan hoorde je later een geweldige ontploffing. En ook later zag je de strepen in de lucht van de V2's die afgeschoten werden op Antwerpen en Londen. Maar nogmaals, de Duitsers, want mijn grootvader, die kwam notabene uit Duitsland. Dus het is niet te geloven, ja. Maar dat was, mijn moeder zei, het was een echte mof. Want hij had nog gevochten in de Eerste Wereldoorlog. En hij had nog geparadeerd in 1870 op de Champs-Élysées. Dus in Parijs, want ze hadden gewonnen. En toen Duitsland verloor in 1918, toen kreeg hij een hartaanval. Hij kon het niet verwerken. Een echte Duitser. U vertelde een verhaal, nooit meer oorlog. De waanzin van oorlog, hoe belangrijk dat iedereen dat moet beseffen. Ja, ik heb nooit kunnen begrijpen dat mensen elkaar kunnen doden. Dat jongens die elkaar nooit gezien hebben, die nooit, en dat die opdracht krijgen om elkaar af te maken. Het is toch onmenselijk om iemand dood te schieten. Ik heb dat nooit kunnen begrijpen. En dat kan ik nog niet begrijpen. Dat men nog niet tot het besef gekomen is dat dit moet eindigen. Dat daar ooit een keer een einde aan moet komen. Vandaag en dit weekend staan we er uitgebreid bij stil. Goed. Het is maar een heel klein stukje van alle herinneringen die u natuurlijk heeft uit die tijd en ook de jaren daarna. We moeten gaan afronden, want om 2:30 dan begint de Waalcrossing. MUZIEK